lijstje bij? Goed zo. Kijk dan. We willen vriendjes worden. Die samen op een rij. De luiers hebben voor luxe. Kom, we gaan naar de kassa. Ja! Oké, dan gaan we die... Heb je een kistje gegeven? Luxie heeft een tomaat. Kom, mama Luxie, zij mogen een weekje gaan wonen. Dan gaan we hier lekker op het gezellige huisje. Een hele goede morgen. Welkom weer in deze nieuwe vlog. Wij zijn er. Bij jullie vloggers. En de kinderen die zitten hier gezellig al aan de tafel. Want, wat zijn we aan het doen, Luan? Nou, Valentijnsdag. Het is vandaag Valentijnsdag en Luan die zit een heel mooi kaartje te kleuren. Voor een vriendinnetje of wat is het precies? Ik heb eigenlijk 3 vriendinnetjes, maar het echte vriendinnetje was Carlijn. En ik vind haar gewoon heel leuk en ze wil ook met me omgaan. Dus vandaar dat ik even 3 kaarten zit te maken. En die ga je dan aan haar geven? Ja. Heel erg lief van jou. En dan ook aan mijn andere. Oké, lief. Luxie heeft de boterham opgegeten, zoals jullie zien. En ze heeft de korstjes overgelaten. Ik zie je, Luxie. Wat heb je dat goed gedaan? Heel mooie boterham opgegeten. Oh, maar Luxie, wat liggen daar voor cadeautjes op de tafel? Papa, die dacht gisteren kinderen toen ik dat Chinees ging halen. Oh, het is morgen Valentijnsdag. Dan kunnen we niet zo goed doen. Dus... Oh. Ja, ik wil voor mijn lieve mama. En nee, mama, wat voor lieve papa? Oh. Ja, pak mama, kijk eens. Ja hoor. Gaan we eerst die Ga maar zitten, Luxie. Ga maar zitten in je stoel. Zie Luxie kijken. Ga maar zitten in je stoel. Dit is onze 10e Valentijn. Ja, 10 jaar Valentijn. 10 Valentijns verder. Dankjewel. Steeds elkaars Valentijn. Oh ja, Luxie wil het cadeautje uitpakken. Wil je het cadeautje uitpakken? Ik kan niet komen. Oh, help maar mee. Ja, doe een broodje hier. Okay, zo, de meisjes willen de cadeautjes uitpakken. Nou, wat zit erin? Goed zo, Luxie. Goed zo, doe maar scheuren. Doe maar scheuren. Mama helpen. Wat is dat? Wat is dat? Oeh, dat ziet er lekker uit. In ieder geval van mama en papa. Ja, zo, die eraf. Die nemen we mee op de hoor. Die eraf. Oh, een lekker geurtje. En een body lotion. En een body lotion. Maar, wat heeft papa van mama gekregen? Een mooi Valentijnskaartje. Zo, mama, ik denk één zinnetje. Ik heb mijn best gedaan. Oké, luister even. Mijn lieve Valentijn Daniel, dankjewel dat je mijn man wilt zijn. Alweer 10 jaar. Met al onze ups en downs, ons gekibbel en ons gelach. Samen met onze kinderen en dieren vormen wij ons gezin. Je bent de rots in mijn leven, mijn beste maatje. Je doet het zo goed als vader van onze kids. Samen zijn we een superteam. Wie had dat ooit gedacht? We nu samen staan voor waar we nu staan. Ik ben trots op jou, trots op ons en op onze kinderen, Luan, Lucilla en Lucie. Voor wie we zijn en voor wat we doen. Laten we blijven dromen en bouwen aan ons succes, maar vooral genieten van elke dag bij elkaar. Ik hou van je. De prinses vader. Dikke kus voor vader. Alsjeblieft, vader. Dankjewel, schat. En mijn tekst voor jou. Ja, we gaan het omwisselen. Dit is voor vader. Ja, mama en vader. Kijk, dit is ook een hele laptekst. Mijn allerliefste, bedankt dat je mijn Valentijn, al 10 jaar mijn Valentijn wilt zijn. Wat vliegen de vele jaren toch snel aan ons voorbij. Onze eerste ontmoeting lijkt nog maar zo kort geleden. Zal nooit ons begin vergeten. Van zakenpartners naar friends. Na getrouwde man en vrouw met onze prachtige Luan, Lucilla, Luxie, Woesem, Pip en Sammy Bellinga. Je bent en blijft het mooiste geschenk in mijn leven. Wat God mij heeft toevertrouwd. Voor altijd. Te houden. Ja, de krabbeltjes, hè. Nee. Zijn de krabbeltjes. Steeds kleiner worden. Ja. Is dat aan jou? Hey. We leven dagelijks ons droomleven, wat we gelukkig vloggen. Happy Valentine allemaal. Ja, dat was lief. En veel plezier op school en tot straks, hè. Luan schrijft nog even op zijn Valentijnskaart voor wie hij hem gaat geven. Voor zijn vriendinnetje in de klas, Luc.
is wel heel lief van jou hoor, zo'n Valentijnskaart. Deze! Het is jouw eerste Valentijnskaart. En er komen ook wat hartjes op te staan. Maar heb je echt verkering met Carlijn? Nee, we blijven gewoon even een paar jaartjes vriendinnetjes en vriendjes zijn. Wat lief, schatje. Nou, eens kijken jongen, hoe ziet hij eruit aan de voorkant? Wauw, och schatje. Heel erg mooi gemaakt. En hier dan. En daar is dan de tekst. Van Luan voor Carlijn. Super lief van jou. Nou, succes met je eerste Valentijnkaart geven. Geef er ook een kusje bij? Ja. Ja? En nog twee. Nou, de jas aan. Succes met je Valentijnkaart geven. Dank je. Veel plezier op school. Dank je. Doeg. Oh, nog een knuffel. Nog een knuffel. En nog een kus. Doeg. Tot straks. Doeg. Super schattig. Luan wilde dus vanochtend ook een Valentijnskaart maken toen hij onze cadeautjes en onze kaartjes zag. En hij is nu dus naar school. Gaat het Valentijnskaartje geven aan zijn vriendinnetje. Ik weet niet of ze echt verkering of zo hebben hoor. Maar hij speelt in ieder geval vaak met dit meisje. En hij vond het leuk om voor haar een kaartje te maken. Dus echt super schattig, super lief. Ik ben benieuwd hoe het ging. Als ze straks naar school komt. Maar Luxie, wat ben jij aan het doen? Luxie wilde ook een Valentijnskaartje maken toen ze Luan dat zag doen. Dus Dit is nu in de toetoet, hè? Ja. Ik ga nou naar school. Papa. Ja, met papa. Papa brengt even de kinderen naar school. Ja, en jij gaat ook een Valentijnskaartje maken. Ja. Kijk, ze heeft hier zelf een kaartje gepakt. Die. En ze hebben hier zelf stiften, maar je kunt hem hier aan de voorkant kan je hem kleuren, hè? Oh. Ja, dat kan je zelf mooi maken. En aan wie ga jij je kaartje dan geven? Is die voor papa? Is papa dan jouw Valentijn? Ja. Ja, papa. Als papa straks thuis komt, geef jij een Valentijnskaartje aan papa, goed? Ja. Ja. Mama? Ja, ga maar mooi kleuren. Oh, oké, okay, voor mama. Oh. Ja, goed zo. Schatje. Oh, mooi. Heel mooi, Luxie. Als Luxie tekent, dan gaat ze altijd rondjes draaien op het papier. Dat is typisch iets wat Luxie nu dus heel veel doet. Ik weet niet of ouders dit herkennen. Mooi, schatje. En als ze dat met allemaal kleurtjes doet, dan wordt het nog best wel een mooi kunstwerk. Mooi, Lux. Weet je wat voor kleur dat is, Luxie? Papa? Is die voor papa? Oké. Okay. Weet je wat voor kleur dit is? Dat is geel. Geel. Kan je zeggen geel? Ja, nee, ze zegt nog geen geel. Maar dit is geel. Goed zo, ga je er eentje voor mama en voor papa maken? Ja. Oh, wat lief van jou, schatje. Ja, is die voor mama? Ja. En die is voor papa? Die is voor... Ah, oh, dank je, liefie. Is die al klaar of ga je nog verder tekenen? Ja. Ja? Je bent een schattige baby. Ik noem hem nog steeds mijn baby. Oh, ze is al wel 2. Maar ze blijft nog een beetje nog onze baby. Oh, is die voor mama? Is die toch voor mama? Misschien moet je een ander kleurtje pakken. Pak maar een ander kleurtje. Welk kleurtje vind je nou mooi? Ja, ja, dat is ook geel, hè? Ja. Doe de dop er maar weer op. Ja, de dop er maar weer op. Ja, keurig. Goed zo. Dat gezichtje. Heel goed. Ja, pak maar weer een andere stift. Ja, pak maar weer een andere stift. Hey Luxie, waar is blauw? Waar is de blauw? Dat is groen. Ja, die is ook mooi. Dat is groen. Wat zie je dan? Zie je de vlaggetjes nog hangen? Ja, die hangen nog steeds, hè. Die gaan mama nog steeds weghalen. Doe maar groen tekenen. Kan je de dop eraf halen van de groen? Ja, goed zo. Die ging makkelijk. Doe maar mooi tekenen. Oh, zachtjes met de punt. Daar gaat ze weer. Oh, die moet aan de kant. Doet. Ja, heel goed. Ga maar weer tekenen. Een andere stift. Oké, okay. Deze wijze nou. Ze heeft hier genoeg kleur. Ja, ze dopt er weer op. Oh. Oh. Zoek maar weer een kleurtje uit. Ja, die vinger is er doorheen. Ja. Welke kleur gaat het worden? Oeh, die is mooi. Ja, dat is roze. Lukt het? Mama helpen? Moet mama even helpen?
En met de dop bedoel ik. Deze mag je zelf doen. Zo schattig. Oké, gaat ie hè? 1, 2. Zo. Zo, mama even gedaan. Alsjeblieft. Mama, een mooi kutje. Oh, van die? Papa. Oh, die voor papa. Papa, die krijgt mooi roze. Mooi, liefie. Ja, heel mooi. Als papa zo thuis komt, heb jij een mooi kaart. Oh, is niet erg. Kan gebeuren. Dat kan gebeuren. Ze is zich in ieder geval wel van bewust dat het op de tafel komt. Dat was eerst, een tijdje geleden was dat nog niet zo. Toen tekende ze gewoon op de tafel. Maar nu denkt ze, oh, dat mocht niet. Weer op het papier. Mooi, liefie. Heel mama. Mooi. Ja. Mama. Mama dat doen? Als jij dan deze gaat doen. Moet mama die ook doen? Die. Deze moet mama doen? Moet mama dit doen? Kijk, ze zet mama gewoon aan het werk. Zo. Mama? Ja, die ook, zo. Heb je er genoeg van, liefie? Oh. Oh. Die? Oh, ga jij die doen? Oh. Nou, wij kleuren hier nog even door. Hey, schatje? Voor wie is deze? Is die voor mama of is die voor papa? Daar. Is die voor papa? Ja. Ja? Zullen we dat even voor papa opschrijven? Ja, papa. Papa komt zo thuis. Zullen we mama even opschrijven van Luxie voor papa? Ja. Ja? Kijk, gaan we hier aan de achterkant opschrijven. Voor... Die... Voor mam. Mijn die. Ja. Lieve daar. Papa daar. Van mama. Nee, van Luxie. Van Luxie, kijk. Van papa van Luxie. En dan ga ik alles inpakken, de winterkoffers inpakken, want wij gaan vandaag op wintersport, we gaan vandaag op vakantie. De scholen die zijn, ja, we zijn vrij, we hebben voorjaarsvakanties dit volgens mij. Dus de kinderen gaan nu nog even naar school en als we dan straks uit school gaan, nog even wat de boodschapjes halen en dan rijden we door naar onze winterbestemming. Waar precies gaan jullie vanzelf zien in deze vlog, dus zeker blijven kijken. Oh, mooi liefie. Maar voor nu ga ik eventjes alle spullen inpakken. En dat we straks alle koffers klaar hebben als de kinderen thuiskomen van school. Hallo papa. Hallo. Kijk eens, Luxie heeft wat voor jou gemaakt. Wat papa jou vrijdag zegt. Ja. Oh, dank. Oh ja, die is mijn mama. Dankjewel. Krijgt papa nog een knuffel? Oh, kijk dan. Even stand van zaken. Luxie die heeft de labello gevonden. Ik ben daar met de derde koffer bezig. Die koffer is al ingepakt. Bed hebben we al afgehaald en daar weer schoon even aan de deur gehangen. Wat hebben we nog meer? Oh ja, Daniel die is de was weer aan het uithangen, Daan. Ja, de boekhouding en de koffer inpakken. Boekhouding, koffer inpakken. Vuilnis verzameld. Hier op Luan's kamer wil ik nog het een en ander even inpakken. Sammy gaat natuurlijk weer mee op vakantie. Dus die ga ik ook even de kooi van klaarmaken. Hoppatee. Dus we zijn nog druk aan het inpakken. Maar we liggen op schema. Nou, uiteindelijk hebben we alle spullen van ons huis de auto in weten te krijgen. Inclusief Sammy. Kijk, Sammy die zit hier tussen ons in. En Pip die zit al heel nieuwsgierig te kijken van... wat is dat voor een beestje? Maar we zeggen zachtjes hè, Pip of Woezel. Bedoel ik, zachtjes hè, Woezel. Sammy hè? Ja, jullie kunnen wel vriendjes worden. Zie Woezel kijken, die denkt echt van wat is dit nou weer? Ja, Sammy Woezel, daar kan je mee spelen. Zo lief doen, hè? Sammy gaat mee op vakantie. Nou, Luxie gaat zo meteen hier nu natuurlijk gewoon in zitten. Want Woezel is hier gewoon ingekropen, boefie. Sammy zit hier lekker in het midden. Papa heeft de koffers voor. Kijk. Die hebben we nog zo weten op te stapelen dat hij nog gewoon prima kan zien. En achter, hierachter. Hierachter hebben we ook nog wat bagage bij de kinderen. Zodat ze gewoon met de benen zo kunnen zitten. Kussentjes aan boord, dekentjes aan boord. Zodat ze nog een beetje kunnen, nog een beetje kunnen slapen. En dan gaan we nog even snel de stofzuiger er doorheen halen. Dat het huis wel lekker schoon achterblijft. Hier. Luxie is hier al een beetje aan het ronddwarrelen. Pip die is nog overal een beetje aan het snuffelen. Pippi? Ja, wat heb je ba? Was je gevallen? Ja. Oh, ach, dat is niet erg, schatje. En nog even als laatste met de stofzuiger door het huis. Zo, nou, de stofzuiger die kan weer op zijn plek. Het huis is weer spik en span, opgeruimd en wel.
Dat als we straks terugkomen, dat het allemaal weer schoon is. Ja, ik zie nog wel dat we de vlaggetjes nog hebben laten hangen. Ja, dat mag. Dus het feest als we terugkomen. Ja, nou, we gaan de kinderen ophalen. En boodschapjes doen. Huisje, tot over een weekie. Ja. Dan zijn we weer terug. Ga je mee, Luxie? Kom maar, gaan we de auto in. Kijk, Woezel en Pip die zitten er al. Woezel en Pip en Sammy. Die zitten hier samen op een rij. Hey, kinderen. Nou, de auto is bepakt en bezakt. Nou, we hebben de kids opgehaald van school. En we gaan nu eerst eventjes langs de kruidvat. Wat blauwtjes halen nog. En wat boodschappen doen. Hey! Jullie zeggen weer hey. Dan zijn we helemaal klaar om op vakantie te gaan. Maar eerst eventjes nog boodschappen doen. Hey, Luxie? Gaat Luxie meehelpen? Boodschappjes doen? Hey! Was leuk op school, jongens. Straks kletsen ze wel even in de auto, hè? Als we rustig in de auto zitten. Ik wil even opschieten en boodschappen doen, zodat we voor de file een beetje gaan. Maar goed, we moeten eerst nog even de boodschappen doen. Dus voordat we op weg zijn, dat duurt nog wel weer even. Maar hier is de kruidvat. Ah, Luan die is alweer binnen. Goed zo, jongen. Op naar de luiers. We moeten luiers hebben voor Luxie. Ja, we moesten nog tandpasta of tandenborstel opzetstukjes. Nee, deze. Even kijken. Die opzetstukjes. Hoeveel zijn dit er? Dat ken ik niet. Ja, voor je tandenborstel. Oh, die. Die dingen. Die moesten we nog hebben. Doekjes. Heel goed. Leg die maar in de kar. Leg die maar in de kar. Dat is een bruisbel. Ja. Nee. Goed zo. En nu de luiers. Die moeten hier ergens staan. De broekjes. Ik zie ze veel broekjes altijd. Kom maar jongens, laat die maar liggen. Laat die maar liggen. Leg maar terug. Zo? Ja. Leg maar weer terug. Kom, we gaan naar de kassa. Zo, kruidvat is binnen. En nu op naar de supermarkt, hè? Dat is misschien nog wel even goed, hè? Voor in de auto, nog even wat eten. Gaan we even iets halen bij de bakker Bart, goed? Ja, nee, iets gezonds, goed? Iets van een broodje. Nou, Lu? Ik wil graag een worstenbroodje. Luan wil een worstenbroodje. En wat jij wil? Sausijzenbroodje. En Luxie ook een worstenbroodje? Die, ja, die. De bakker Bart broodjes, de bakker Bart broodjes, die staan binnen. En nu gaan we dan echt nog even de boodschappen doen. Hé, hey, jongens. Ja, hebben ze in ieder geval lekker warm broodje zometeen in de auto. Ik wil een eigen kar! Een eigen kar? En ja. Je papa zit te wachten in de auto en anders komen we in de file. Het is heel lang rijden en dan moeten we nog langer in de auto zitten. Goed, en de karretjes zijn op, zie maar. Alle karretjes zijn op. Jan, mama? Ja? Jan moeten we... Ja, dan moeten we nog langer in de auto. Zo, nou. Druiven, die gaan altijd even mee. Hier, kijk eens, druiven. Mam, hier. Ja, druiven, de aardbeien. Ja, een druif, een aardbei. Goed zo. Blauwe druif. En een witte druif, allebei. Witte? Ja, groen. Ze zeggen wit, maar het is groen. Daar heb je al gelijk in. Ja, één. En die, ook erin. Hartstikke goed. Nou, gaan we verder. Zo, en we pikken de mandarijntjes mee. Hoppatee. En de appeltjes. Ja, doe er maar in. Deze. Ja, heel goed. En natuurlijk de snoeptomaatjes. We hebben twee of één. Gewoon eentje. Ja, heel goed. Nou, de gezonde vitamintjes die zijn binnen. Ja, tomaatjes hè. Oké, dan gaan we die kant op. Heel goed. En de yoghurt. Nou, dat gaat hartstikke goed. Nou, en we gaan weer verder, Luxie. Ja, doe hem maar in. Zo, de boodschappen die zijn binnen. En nu op naar de auto, hè, waar papa is, met alle boodschappen. Wij zitten alweer een tijdje in de auto. We hebben ook net plaspauze gehad. Er zit 1/3 zit erop. En we zijn al in het buitenland, hè, papa? Ja. Ja, we zijn al in het buitenland. 200 kilometer te gaan, zegt papa. Nou, Luxie is inmiddels in slaap gevallen. Kijk, die ligt even lekker een tukkie te doen. Vader, die zit nog steeds aan het stuur. Alles goed er in de cockpit? Ja, we zijn. En Luan en Lucilla die zitten lekker te chillen op de achterbank met Woezel. Woezel ligt daar lekker tukkie te doen. En Pip die zit daar. Pip. Pipje. Pip. Oh, Pip die zit nootjes. Hé Pip. Hey, Pip. Het zijn geen brokjes, Pippi. Schatje. Ik was nog helemaal vergeten te vragen. Hoe ging het met het kaartje geven vandaag met Valentijn? Goed. Ja? En Carlijn die zei, voor wie is hij? En toen, wat? Voor mij? Want het is Valentijn, toch? Ja. Oh, sorry. Ik ben een cadeautje voor je vergeten. Ik ben een kaartje voor je vergeten. Zei Carlijn dat tegen jou? Ja. Ah. Ja, kijk eens. Ik heb een lieve kaart voor je. Omdat vandaag Valentijn is. Ah. Heb je een kistje gegeven?
grapje. Oh. Zien jullie het niet? Oh, dat doe je er niet aan. Nee, dat heb ik ook niet. Nou, trots op jou, jongen. Ja. Eerste Valentijnskaart. Ja. Hè? Oeh, Lucilla die is heel gek op deze pistasnootjes. Grapje! En dan heeft ze een bakje met de nootjes. Ben je het snuffelen, Pip? En dan pelt ze de nootjes en dan gaat ze die lekker opeten. Het is lekker gezond tussendoortje, hè? En zo ben je ook weer even lekker bezig. En ondertussen was Lucilla even lekker een filmpje aan het kijken. Zetten we zo meteen weer de koptelefoon op. Ja, we hebben weer de koptelefoons. En dan gaat de tijd wat sneller, hè? Ja, die doe ik zo pakken. Nou, gaan jullie nog even lekker een filmpje kijken? Dan gaat de reis weer verder. Na 3 uurtjes rijden zijn we dan aangekomen in deze mooie witte wereld. Luxie! Ja, waar zijn we, Luxie? Hey, het leek eerst allemaal groen, maar er ligt ook nu wel alles. En daar is Lucilla. Nou, dat is een goede reis. We hebben gelukkig geen files gehad. Daar ben ik natuurlijk altijd heel erg blij om. En er ligt wat witte sneeuw en daar is Luan. Hey Luan, waar zijn wij nu precies? Hey Luan. Wij zijn in Winterberg! Ja, in Winterberg, Alexie. Voor degenen die ons vorig jaar ook al vorig jaar zijn we hier natuurlijk ook al geweest. En dat beviel zo erg goed. Alleen toen was het maar een weekendje en nu zijn we er een hele week. En er ligt sneeuw. Ondanks we eerst dachten van oeh, er ligt bijna geen sneeuw. Kijk, we hebben sneeuw. Sneeuw. Het is toch echt... Ja, het is echt de sneeuw, jongens. Kijk, Luc. We dachten dat er net sneeuw was. Kijk, Luxie. Luxie, kijk eens. Wat is dit? Hmm. Wat is dat? Is dat sneeuw? Sneeuw. Dat is mooi, hè? Ga je helpen? Ja. Sil, een sneeuwbal. Sil, ze is een sneeuwbal. Mama. Ja? Oh, nee. Kijk! Nou, de eerste sneeuwbal die is gegooid. Wij gaan lekker inchecken. We zijn weer aangekomen. We gaan even realiseren. Daar is Manuel weer. Hallo, Manuel. Hoi. Jaar geleden, maar dan zijn we weer gezellig. Ja. Hé, hey, Luan en Lucilla, wie zijn daar? Wie is daar? Daar is Bollo. Hallo, geef hem een knuffel, Zilla. Geef hem een knuffel. Ja, en daar is Luxie. Ja, Luxie, even wennen. Ja, leuk, hè? Nou, gezellig, weer bij Bollo. Hè? Zo, wij zijn ingecheckt en wel. Het is inmiddels alweer tijd om avond te eten. Dus we dachten, we schuiven meteen aan. En we zitten hier helemaal onderaan de... Piste! Dankjewel. Dat was het. Ik hoop, bio is in orde, ja? Ja. Luxie die zit ondertussen de kleurtjes in het doosje te doen. Moeten ze weer in het doosje? Oh, waar is die dan? Luan en Lucilla die zijn weer aan het kleuren. En hebben jullie gezien waar naast jullie zitten? Wat ja, is daar? Naast de piste. Naast de piste? Kijk, daar kunnen we gaan skiën. En er ligt sneeuw, gelukkig. Yay! Sneeuwballen gaan weghouden. Want die sneeuw is pas van het weekend gevallen. Ja, ja, we echt geluk. Was hier ook nog de hele maand januari helemaal geen sneeuw. Nee, dus het komt weer goed uit dat wij hier mogen skiën. En Luxie? Ja. Happy Valentine. Wat anders dan dit kan niet, hè? Met ons kroos. Met ons kroos, Luxie. Proost. En lieve Luan. En Lucilla. En prachtig uit. Dit is een mooie bolle buffet. Dat ziet er uit. Ik wil het. Ga dan ook smellen. Hè, duifjes? Oeh, toppie. Ja, worteltjes. Oeh, Lucie is gek op worteltjes. Eet smakelijk. Zullen we als we naar de auto reizen? Ik heb het wel eens Luxie heeft een tomaatje te pakken. Oh. Met de auto. Met de box gehad. Kijk eens hoe ze het hebben. Lekker, dankjewel. Mama, dit is een lekkere salam. Mama, wat is dat? Salam, wil je proeven? Is echt heel lekker hoor. Ja, en papa die heeft ook heel erg lekker. Nou, dankjewel. En Luan
Die heeft er nog geen dorst. Hey, slurpert. Wat ben je aan doen? De citroen, lust je die? Ik ga het proberen. Ga je het proberen? Komen. Je zegt baas, ik wil even zien waar het eindigt. Zie je me zitten dan? Nou, Woes, wat is de piste, jongen? Ook skiën, jongen. Woes, was een snowboard. Woes wel, ja, Woes wil ook skiën. Ja. Woes wel, de kinderen aan het spelen zijn. Heb je wel een dag? Kom, mama en Luxie zijn bij de auto. We gaan ons huisje inchecken. Papa heeft het huisje gevonden. Maar we moeten alle bagage van daar hier eenmaal heen wandelen. En dit mooie huisje nummer 39. Hier mogen we een weekje gaan wonen. Kijk helemaal. Met de auto komen, dus we moeten de bagage sjouwen. Maar ja. Je kunt ook door de sneeuw gewoon zo'n soort slee, alle bagage slee. We zijn uiteindelijk in ons huisje aangekomen. We hebben de schoenen al uitgedaan, want die waren een beetje nat. Hier hebben we een kapstok. Slee! Wauw, ze hebben er een slee. Wat leuk. Kijk, en Sammy hebben we ook al meegenomen. Die staat ook wel lekker warm binnen. En hier hebben we dus de hal. Ja, een stoeltje. En het is wel weer een ander huisje als dat we vorig jaar hadden. Dat is wel weer leuk, hè? Dan hebben we hier de wc. Ja. De volgende deur hebben we een badkamer met een douche. Oh, yes. Met een lekkere douche. Ja, wat zo. Hi, Lucie. En dan? Hier gaan we dan naartoe. Kijk, dan hebben we hier een lekkere slaapkamer. Inclusief televisie. Ga jij hier slapen? Wij gaan hier slapen. Ga jij hier slapen? Ja, want dan kan ik lekker tv kijken. Kun je lekker tv kijken, Boppie? Ik denk dat Pippi hier gaat slapen. Wil jij Pippi hier slapen? Pip denkt, dit vind ik ook wel een lekker bedje. Oh, Pip. Dan gaan we hier naar de woonkamer. Kijk, wauw, een lekkere chillbank. Oeh, een lekkere snappetjes, knabbeltjes. Voor de tv te ploffen, ja. Maar hier waren ik maar niet lekker. Dat was mijn kant, die kant en mijn schuimtje. Ja, dat weet je nog goed, schatje. Oh, Luxie, lekkere liefie. Zullen we die bewaren voor morgen? En we hebben hier een lekker open haardje. Cadeautjes, Luxie, kom eens kijken. Ja, is dat ballon? Ja. Heb je van ballon gekregen? Oh, kijk eens, allemaal een leuke doek. Jij, ballon die ingepakt voor jou. Kan me jou helpen? Het zit strak, hè? Oh, heel strak vastgemaakt, hè? Ja. Oh, wat zeggen jullie dan tegen ballon? Oh, een woezel en Pip er op de achtergrond. En hier hebben we de keuken. Morgen als jullie wakker worden, dan kunnen jullie zo de deur uit. Zo, woep, de sneeuw in. Kijk eens, kan je hier lekker een sneeuwpop maken. Ja. Grappig, hè? En dan daarachter waar de lampen schijnen, daar is dan de piste. Zullen we boven kijken? Ga je mee kijken? Luxie ook boven kijken, hè? Luxie gaat mee boven kijken, hè? Ja, kom maar kijken. Dan zijn we boven. En dan hebben we hier ook nog een hal. Dan hebben we hier een deur. Kijk, hier hebben we ook nog een slaapkamer. Oeh, met een zonnebank en een bedje voor Luxie. En een klerenkast. Gezellig, jongen. Luan doet meteen de gezellige lampjes aan. Heel gezellig. En dan hebben we hier nog meer. Wat hebben we hier dan? Nog een badkamer. Met een lekker bad. Met een bubbelbad. Ja, kijk. Bubbeltjes. Oh, dat is lekker. Nou, een sauna. Yay. Oh, dat is lekker. Oh. Kijk. Hier kunnen we lekker gaan chillen als we met z'n allen uit de piste komen. En we zijn helemaal koud van de sneeuw. Dan gaan we hier lekker opwarmen. Ja. Ja. Lekker, hè? Kunnen we hier lekker wel eens spelen, Luan? Dat is lekker, hè? Eindelijk. Dan gaan we vanuit de bad.
naast. Nee, dat is de stofzuiger, die staat daar. Dan hebben we nog twee deuren. En hier hebben we ook nog een slaapkamer. Gaan jullie hier slapen? Oké, gezellig. En dan ga jij aan die kant? Oké. Kijk, en dan kunnen jullie morgenochtend, als je de lamp uit doet, dan is dit jullie uitzicht morgenochtend. Maar dan met licht. Wat zit er achter deze deur? Oh, dat is een luxe. Oeh, bonus slaapkamer voor Voesel en Pip. Ja. Kunnen die hier slapen? Wij zijn lekker aangekomen hier op onze wintersportvakantiebestemming. Ja. We gaan weer een superleuke vakantieweek hier tegemoet in Winterberg. Voor nu gaan we de vlog lekker afsluiten, de auto helemaal uitpakken en lekker chillen hier in dit gezellige huisje. Vond je het weer een leuke vlog? Doe even de duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren, klik hieronder op het belletje en we zien je morgen weer in een nieuwe vlog. Ja. In de sneeuw, tot morgen. Lekker met ons mee. Je hartslag geeft het tempo aan. Als je danst, boem boem mee, geniet je echt het meest. Door samen uit je dak te gaan. Doe je mee, boem boem boem, boem boem mee, dans mee.